Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 15 Ultimate Team Coins? Check dan fastutcoins.nl in de link in de beschrijving. En gebruik de code LUCKY5 voor nog eens 5% korting op je coins. Yo mensen, vandaag weer een nieuwe... Hoe heet het ook alweer? Vandaag weer een nieuwe beating YouTubers. Vorige week zagen jullie hoe ik Milo versloeg. En deze week ben ik hier met niemand anders dan Michel. Maar heb je serieus Milo verslagen? Kets, dan moet ik toch iets beter gaan spelen. Waarom kan ik je niet vinden? Ik kan je serieus niet vinden. We hebben wel vrienden. Nee, maar van wel toch? Nou, gaan we nog een keer zoeken. Misschien sta je bij offline ergens. Dat we offline staan niet bij mij. Oh, no se de español. Recomiendo de vos de salibrio. Recomiendo de vos. Deutsch. Sprachmaknoem. Oké, we gaan wat anders doen. Op Ultimate Team kunnen we elkaar op een manier niet uitnodigen. Dus ik nodig Michel nu maar uit voor een online vriendschappelijke wedstrijd. Oftewel aftrap. Dan maar geen Ultimate Team. Kan er ook niks aan doen. Is niet anders. Rivalenwedstrijd. Oeh, spannend. Allianz Arena, scheidsrechter Leandro San Milano. FC Bayern. Ja, maar het. Spannend. Spanning. Het regent. En waarom regent het nou? Je had het kunnen veranderen. Ja, het stond onbewolkt. Oh, gelijk een gek hakje. Gaat hij hoor, Ronaldo. Oh ma. Oh ma. Keeper. Oh ma. 1-0. Binnen 2 minuten. Neuer. Ik dacht, hoor, ik kom nooit. Ja, maar het is Ronaldo die schiet. En oh, Ronaldo. Komt hij in de kruising. Oh, boom! Bel! Nee! Hé, strijdsie, ik wou net zeggen. Prachtige tackle, man! Nee, jongen, ik vloog 3 meter in de lucht. Ja, dat wil nog niet zeggen dat het nog meteen in de overtreding is. Ja, tuurlijk wel. Oh, nee! Iemand is Alonso! Golazo! Tegen zijn oude club. Trouwens, hoe kan de fuck? Alonso heeft echt van 60 shooting of zo, hè? Gast, als hij schiet hem heerlijk binnen. Ja, hij schiet hem wel heerlijk binnen, maar die gast heeft echt het slechtste shooting ever. Lewandowski gaat. Oh, dat was niet de bedoeling, maar hij valt goed. Hij valt goed. En hij komt gaat voor. En Lewandowski. Goal! Wat de hel, waarom duikt mijn keeper überhaupt? En let op wat mijn keeper doet, hè. Ik ga maar liggen. Wat de hel, man. Kut Casillas. Casillas? Casillas. Huh? Fuck jou. Nee, loop je niet door! Nee, wat doe je? Kawa. Oh, fuck. Dit is gewoon... Ah. Goeie pak. Alonso weer. Nee, die gaan we niet constant schieten. Oh, die ziet daar die bal. En hij. Oh, 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 oh. Golazo. Mario Götze. Serieus, Casillas is echt de slechtste keeper in de game. Pep, kijk hoe Pepe, die van allebei vallen. Kijk eens al, ze koppen tegen elkaar aan. Hier. Hey, yo, keeper. Wauw, en Casillas... Wat een bullshit dit. Oh. Oh. Bam! Oh! Oh. Oh. Die er bijna in was gegaan. Neuer. Wat was hij van plan? Hij wou een mooi paasje doen, maar dat wou ik helemaal niet. Ja, waarom gooit Ronaldo? Nou, één ding wat hij in ieder geval niet kan ingooien. Nee. Oh, is oké. Kom maar, Neuer. Nee, dat is easy maken. Easy. Benzema met zijn tweede doelpunt. Kom aan, pak die bal nog voor de rust even 3-3. Oh, ik kan ze wel beter. Ja, hoe kan dit nou? Je hebt 2 schoten op goal, maar ja, je hebt er toch 3 ingelegd. Ja, maar dat is sowieso raar, want dat schot van Gutsen telt dus niet. Allebei die schoten van Gutsen tellen niet. Eén keer schoot hij en toen pakte de keeper hem en de tweede kopte hij erin. Dus ik weet niet waarom die allebei niet tellen. Ja, maar dat is de laatste tijd altijd zo. Ja, dat is fucking random, jongen. Daarom kun je nooit afgaan op die schoten, want dat is gewoon bullshit. Oh shit. What the hell, Bill? What the fuck? Ben je die nieuwe skill move dan doen? Niet de hele tijd. Af en toe. Oh! Ja, klaar. Oh my god, die paas was sick, maar die kut Benzema kan niet. Ja! Nee! Penalty! Penalty scheidt, wat de hel! Ingooi voor mij. Ja, dan moet de bal wel eens uitgaan, man. Ribéry is een beetje grijs, zie je dat? Valt me alleen maar op hoor. Oh! Oh maat, wat een aanval. Oh, motherfucker. Oh. Motherfucker! Ja, je probeerde het ook bij mij, maar eerlijk, de actie van Ribéry was gewoon heerlijk. Ja, maar mijn verdedigers waren wel retarded bezig. Kut Neuer! Komt hij net uit? Ik denk, ik schiet er maar overheen. Wat de hel, Ronaldo? Waar is je fucking pace? Ah, wat doe ik? Nee. Ja! Wat? Meen je niet, hè? Ik dacht, hij is 1,10 meter, die gaat erin. Oh, wauw, dit is echt gewoon... Huh, wat de fuck is dit nou weer? Hoezo staat daar hier? De meest grote poe... Oh! Waarom? Let op, mijn verdediger dekt niemand, hè? En hij springt gewoon de andere kant op. Hoezo stond Lewandowski daar bij die corner? Ja, maar let op, hè? Let op Michel, volgens mij was het. Oh nee, andere speler. Hier, hè? Die is gewoon op de grond. Wat is zijn probleem? Hier, kijk. Hup, hij had iedereen onderuit. Ja, maar daardoor kan ik hem vrij in komen. Oh, ja, jongen, ik heb echt alle aids. Oh, serieus? Oh, wat? Oké, Casillas, eerlijk, dit was de eerste goede redding. Hoe de fuck houdt Boateng hem bij? Dit gaat nergens over. Wow. Oh, maat. Oké, Ronaldo. Die zat er wel lekker in. Nee, je mag de bal best pakken. Nee, niet. Oh, what the fuck? Goed, ja, aids! Nee! Ah. What the fuck? Ah, ik krijg je trofee nu. Beste vriend van de doelman. Wat nou weer? Ah, flikker op. Godverdomme. Oh shit, dat doe ik. Nee, wat een kutpaas. Ja! Nee! Yes! Nee! Yes! De comeback is aan. Pak hem eens in, maar. Oké, ook prima. Oh man, dit is echt AIDS game weer, jongen. Dit is echt alle eten zit tevoorschijn gekomen. Ah, flikker toch een hand op. Nee. Pepe. Ik pak maar rood. Oh. Ik pak maar rood, wat? Robber Lewandowski! Hoe de... Die Casillas is echt de slechtste keeper ever, man. Hij heeft de korte hoek gedekt en nog heeft hij hem niet. Oh, hij doet zijn hand naar beneden, je achterlijke kutkeeper. Serieus, man. Echt waar, die Ronaldo heeft geen pace meer. Dit spel, jongen. Dus. Oh, wat doe ik? Ah, oh, kut. Dat is Ramos! Wat de fuck doet Ramos hier? Je speelt alles op de aanval, of niet? Nee, echt niet. Legit niet. Nee, niet bitchen, motherfucker. Ah, ja! Flikker op, joh. Iedereen is zo vies, hè. Godverdamme. Ja, vooral jij. Godsie. Nee, ik bedoel de spelers, ja. Oh, op die fiets, ja. Terecht overwinning. Helemaal niet, joh. Flikker op, joh. Niks terecht aan, allebei de kanten niet. Fucking AIDS game. Jongens, bedankt voor het kijken. Check de link even in de beschrijving naar Michel's kanaal. En dan hoop ik jullie morgen weer te zien bij een nieuwe Forever Famous. Bedankt voor het kijken. Doei. Later.